Van onbekende loodgieter naar wereldberoemd in Vlaanderen. Het overkwam Navid Sharifi uit Afghanistan, maar niet om de juiste redenen. Altijd als mensen zien me, is het die man van TV die we hebben gezien, die Afghaan, die terugkomt, welkom naar ons land. Doe je beste, welkom. Ja, ja. Iedereen zegt dat welkom, welkom. Ja. Ondanks zijn inspanningen om zich in te burgeren, werd Navid vorig jaar als illegaal uit het land gezet. Enkele weken geleden kon hij eindelijk terugkeren naar ons land. Wij volgden enthousiaste Navid tijdens zijn allereerste werkdag terug in België. In Iran, in een paar dagen heb ik sanitair gewerkt en ik doe dat graag daar. Dus daarom heb ik begonnen met de sanitair hier. Ja. Ja, ik kom uit Afghanistan. Allee, vanaf dat ik 4 jaar was, we zijn vlucht met mijn ouders naar Iran. Toen mijn 16e. Ik zat 2008 hier naar België gekomen. Ik heb mijn asiel aangevraagd. Ondertussen heb ik naar de school geweest, Nederlands geleerd, in waak van sanitair. Vanaf oktober 2009 ben ik begonnen te werken hier in België. En ja, jammer genoeg, 2013, 1 oktober, zijn we met teruggestuurd naar Milaan. Ik voel me eigenlijk heel oneerlijk behandeld. Omdat zo lang jaren dat ik heb hier gewerkt, kennis maak, Nederlands leren, belasting betaald. Zoals in Belg. Ik vind dat gewoon oneerlijk dat ze me terugstuurt naar Afghanistan. Echt, echt, ik heb moeilijke dagen gehad daarvoor. Dag Navid, hoe is het? Afghaanse bodem te staan. Helemaal slecht, helemaal slecht. Toen ik was in de vliegtuig, ik kijk van boven naar beneden. Ik zie gewoon bergen. En die kapotte dingen, kapotte huizen. Afghanistan is niet veranderd. Ik ben weg van hier. Dat was niks plezant voor mij, helemaal niet. Ze zeggen dat moederland of vaderland, maar dat betekent niets voor mij. Dat betekent helemaal niet. Toen ik kom daar naartoe, ik voel me gewoon vreemd daar. Helemaal vreemd. In Afghanistan loodgieter, dat is like joke voor daar. Allee, daar is geen werk, geen economie, helemaal niks. Ja? Zonder die steunen van die al de kennis van mijn vrienden, denk ik dat was niet mogelijk. Omdat altijd ze bleven met steunen. Wacht maar, daar goed komen. We zijn zeker van. We zijn zeker van. We zijn hier voor jou. Je bent niet alleen. Dus al die woorden, dat heb ik allemaal in mijn hoofd. En door dat heb ik altijd moeite gehad om te niet opgeven. Ja. Ja, ondertussen, ik was wel bezig met via een smokkelaar om te vluchten terug. Natuurlijk kan ik niet daar blijven. De uitgewezen Afghaan Navid Sharifi mag terugkomen naar ons land. Maar nu krijgt hij een visum voor gezinshereniging, omdat hij getrouwd is met een vrouw die in België woont. Mijn vorige vriendin, dat nu is het mijn vrouw, heeft voor mijn uitnodiging doorgestuurd. Dan kan ik vluchten vandaar, ja. Via legale manier. Nu zit ik een rustdag op mijn werk, maar ja, in de toekomst zou ik wel een goede loodgieter worden. Dan wel, ik heb ik plan nog chef te worden en dan verder te zien. Ja, ja. Dat is heel prachtig, zo'n leven te houden. Ja.